Lekker ding. Ik ben haar vriend. Ik ben oud genoeg voor jou. Oh, sexy. Dat lekker is, maar je hebt sowieso wel geneukt, jongen. Kijk maar nu de zicht als je bent. Je praat met een minderjarige. Sowieso al gepoept. Hallo, YouTube. Piep! Potlood! Dag, YouTube! Hey! En welkom terug bij een nieuwe video. Ik wil een sportoutfit. Je lippen zien er zo goed uit. Oh, dank je. Weet je waar dat ze nog beter op zouden staan? Bij jouw lippen. Wist jij al? Dat een dag? Geen dag is zonder Mattie als de mensen die gaan sporten. Nee, wij gaan lopen, want dat is al keihard geleden. Wij zeiden dat we 1 à 2 keer per week gingen lopen. Wat doen wij? We hebben dat gewoon al 2 weken niet gedaan. Hoe gaan we ooit een halve marathon lopen? Ja. Als wij 1 keer om de 2 weken gaan lopen. Weet jij wat er nog belangrijk is voor als we gaan lopen? Opwarmen. Van? De spieren. Nee, van Mattie de mensen. Opwarmen. We gaan gewoon een gewoonte van maken dat we bij een Omegle video gaan lopen. En dan een halve marathon met Omegle in de hand. Oh. Zo. Omegle al ja, halve marathon. Zo. Dat is nog een slecht idee. Maar ik wil een kleine update geven van gisteren, mag dat? Hoe is dat zo nat? Is dat wat ik denk dat het is? Ja. Eergisteren hebben we een video gepost. En die heette onze eerlijke mening over de ontmoeting met Gio. Nu krijgen we toch gewoon een reactie. Van Gio. We zouden echt niet verwacht hebben dat hij zo gereageerd hebben, dus we hebben ons gewoon laten gaan in die video. Ja. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk ziet hij dat en dan denk ik wel, shit, wat heb jij gezegd? Vandaag is geen dag zonder want als we mensen gaan sporten. En fans is all over the place. Hey, vandaag is zonder grond. Dit is niet opwarmen van zijn mensen. Stop ermee! Dat is een kernel, man. Ik ben niet aangetrokken. Ik voel het niet, oké? Okay? Ik ga je kapot maken, maat. Oh. Je hebt al super de hulp. Weet je wat er ook bij is? Ademhaling. Ah. Wat de hel? Ah. Ik zei het gewoon. Wat de hel? Ik heb het gewoon. Hoe heb je judo gedaan? Hij is juist eigenlijk. Je moet wel leren, hè? Dames en heren, welkom bij de vlog, welkom bij de loopvlog. Mijn lichaam zegt gewoon, don't do it. Ik krijg gewoon direct een steek bij de eerste stap. Wow. Hoe komt dat? Ik weet het eigenlijk niet. Ik wil de mensen laten zeggen, direct dat weten hoe dat je opeens... Misschien ben ik wel gewoon zwanger of zo. Dat gewoon die baby zegt van, what the fuck are you doing? Je weet dat ik niet snel overdrijf. Het is geen baby, het is een wandeling geworden. Ah, oh, hij is weg. Hij is weg. Kijk haar gaan. Ik dacht dat het auto. We zijn net terug van ons loopje. Ja, dus nu is het tijd voor business. Mitsi heeft dus een prachtige outfit aangedaan. Ah. Ideaal voor dit moment, want we gaan de nieuwe app Monkey uitproberen. Maar dus, hetzelfde principe. We gaan eens kijken hoeveel mensen Mitsi nu eigenlijk een beetje leuk vinden. En dan kom ik erbij als het wat te leuk wordt. Ik heb altijd een beetje stress van. Ja, ik snap het. Do you speak Portuguese? No. Speak with me? Speak with me, Portuguese. Okay. No. No? I've been to Paris previous week. Bonjour. Ooh, you look good in that dress. Oh, thank you. I like your hair. No response. United Kingdom. Oh, hello. Give me a clue. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Oh, good. Something good. What? Oh, hey, je parle français en fait, hein? Donc qu'est-ce que tu fais là? Hij zei, hou je bek. Oh. Yo. Hello, my friend. Ja, we hebben dus net Monkey gedaan dat jullie aangeraden heeft, omdat iemand dat heeft gezegd, maar wat, is zo saai. En ook iedereen is van Amerika, dus ja, wat heb je daaraan? Kom, we gaan terug naar OmiTV. Yo. Hey. Yo, slet. Hey. Grappie. Dat is een knappe vrouw. Dank je. Ik verschoon me keihard. Ik dacht van ik word direct gelijk gemaakt met die rat. Nee. Hallo. Dat is goed. Ja, met jou. Oh, lekker. Mooie broek. Ik ben 16. Wesh, je lijkt 24 jaar. Ja, ik weet niet, je lijkt zo oud. Oh. Maar door je lichaam, snap je? Je lichaam is zo lekker. Hé, wat bro? Ah, ik wist dat! Ah, ze is minderjarig, pas op, hè? Alles goed? Ja hoor, met jou. Gaat goed hoor, maar je komt uit België. Ja. Hé, hey, maar ik zie jij daar nog een telefoon. Heb je daar snap op? Nee, ik ben zelf ook wel 16, maar dat is niet meer van mijn leeftijd. Ik ben oud genoeg voor jou.
Ik ben boven jouw leeftijd. Ik ben 17, man, bijna 18. Oh. Hij rijdt Mercedes. Nee. Ja, bro, dan moet je eerst langs mij, man. Hey. Hey, you're beautiful. Oh, thank you. You English? English? I asked, are you English? Speaking. No. No. Hallo. Hi. Oh, dat was schattig. Hoe gaat het? Goed. Bij jou? Goed. Vriendin, jongen. Dat ik al vriendin wil worden. Ja. Daar moet ik even aan mijn vriend vragen. Dan moet je eerst langs mij, man. Hoi. Hey. Alles goed? Ja. Lekker ding. Dank u. Dat is die TikTokje. TikTok. Ah. Ja, ik ken haar. Laat je vriend zien. Laat je vriend zien. Moet ik mijn vriend laten zien? Oké, daar is TikTokjes. Alles goed, boys? Oh my god, dat is een TikTok. Hi. Oh my god, ja! Maak een foto, tuurlijk. Wil je ook mijn vriend erbij van TikTok? Ja! Ik mag er ook bij. 3, 2, 1. Oh my god, worden jullie betaald door TikTok? Dat is echt mijn vraag. Sorry, maar worden jullie betaald door TikTok? Nee. Door TikTok-video's niet, enkel sponsor. Heb je make-up gedaan? Want ik vind dat dan heel mooi. Of ben je natuurlijk zo mooi? Nee, ik heb make-up aan, ja. Ah ja, het ziet er echt mooi uit. Dankjewel, jij ook. Moet je eens een tutorial van zetten op TikTok? Hey, maar dus zeker abonneren op ons YouTube, Matthias en Mitsen. Ja. Yo, yo. Hey. Put the pants down. Pants down? Put the pants, ken je dat liedje niet? Ik dacht dat je vroeg dat ik mijn broer zou doen. Ah, nee, maar dat mag ook. Ik ben 16, hè, dus. Dat pak is, maar je hebt sowieso wel. Kijk maar je gezicht als je peet. Bro, je praat met een minderjarige, man. Hey, voorzichtig, hè. Kijk eens naar u. Ja? Hoe oud zie ik eruit? Sowieso al jongen, tegen wie praat je? Hoe oud zie ik eruit? Ja, bro, je bent ouder dan 18. Je gaat niet tegen mij zeggen dat je jonger bent dan 18. Ik heb wel geen baard. Hij heeft er wel een beetje. Petje, geen borst, hè. Laat je haarlijn zien, ik ga niet kijken hoe het was. Ben. Bonjour! T'es chanceux, j'avoue. Chanceux? Avec elle? Ouais, bien sûr. Ouais. Ik heb geluk met u. Ah, je ne parle pas très bien français. Je ben. Oui. Je ben. Ah. Yo! Yo! Alles goed? Ja! Yeah. Alles goed? Ja, hoe met jullie? Hoe zit je? Hoe oud? 16. 16. Ik ben 17 toch? Dat ben je aan het liegen, hè? Hij is wel voor jou. Dus je zou dan niemand van 16 nemen? daar moet ik over twijfelen. Ben je zeker, man? Ben je zeker? Ja, ik ben 23. Ben je haar vriend? Ja. Yes. Happy life. Nee, bro, je bent ook knap, man. Je kan ook... Oh, sexy. Thank you. Is dat niet koud? Nee, goede verwarming, hè? Oh ja, juist. Oh, hij is fake. Hey, ik ben niet fake. Hoezo zou ze fake zijn, bro? Hey. Alles goed, man. Ja, maar jou? Je hebt net een fuckje naar mij gedaan, hè? Sorry. Maar ik ken jullie van TikTok. Ah, dan moet je echt YouTube eens uitchecken. Maak jullie nu film? Ja, voor YouTube. Kom ik erop? Nee, misschien. Als je wil, dan doen we. Ja? Oké, dat is goed. Moet je wel abonneren? Ja, eerst abonneren. Ja. Je hebt 3 seconden. 3. Was je het gewoon? Dat je lekker bent. Oh, dat is die trend. Ah. Oh, we maken het mee gewoon. En wat is dat? Ja, man. Wat is dat? Dat is die trend. Nice, man. Goeie trend, man. Dat was echt lekker. Ik ken die trend niet. Jullie zijn aan TikTok. En YouTube. Van YouTube. Je komt erop en je trend komt erop, man, in de video. Maar dat is zo die ene fake ding, ik ben niet dom, hè. Maar ik ben Maar hoezo zou dat fake zijn? Oh, maar ik ken jullie van TikTok. Nou, dat was het ondertussen al gewoon donkerder geworden. Hopelijk heb je alweer genoten van deze Omegle video. Ik wou gewoon eens vragen of jullie misschien een ideetje hebben wat we nog kunnen doen qua concept. Want nu is het dus altijd dat ik in het scherm ben en dat Matthias erbij kan. En we hebben vandaag zo een twist eraan gegeven om te zeggen dat ik 16 ben. Maar daar hebben we niet echt veel reactie van gekregen. Maar misschien hebben jullie wel leuke ideetjes dat we
kunnen doen qua concept. Dus laat dat zeker weten. Het is weer zover. Nee. Ja, echt waar. We hebben, dankzij jullie, jullie hebben ervoor gezorgd dat we aan 64 zitten. Wat betekent dat? De mensen die hier al langer bij zijn, dat betekent bakje kleuren. Trouwens, hoe bang zie je eruit, man? Wat een tandje. We komen echt dichterbij. Dus dank jullie wel allemaal. Jullie zijn echt super lief. En dan gaan we direct de comment van de dag nog lezen, want jullie verdienen natuurlijk ook iets terug dan. Hè? Weet je wel, doe twee comments. Oké, we doen een slot. We hebben de eerste comment en die is van Lise Berthe. Ik weet niet of het de volledige naam is of het afgekort is. En zij zegt, jullie zijn echt mega tof. Al van de eerste video die ik zag. Oh. Ja, ik hoop dat we deze comment in het scherm krijgen, want het is een heel lange. Allerliefste Mattes en Mitsen, ik vind jullie de allerleukste YouTubers. I love jullie, I love you too. Ik ben jullie allerduizend... Ze heeft wel gevraagd voor de video, maar oké. Okay. Ik keur het deze keer goed, maar nu niet meer vragen. Hè? Je bent in de special video voor de 64K. Jullie allergrootste fan, Nora. Ik heb dat alweer geknald gewoon vandaag. Dank u, schat. Het alweer... Was het? Heel erg bedankt voor de 64k. Ja. Ga nog even abonneren, ga nog even liken als jullie de video leuk vonden. Ja. En sowieso, thank you so much for the support. Dan gaan we deze video alweer gezellig en met funsies afsluiten. Wij zien jullie morgen weer voor de dagelijkse vlog. Altijd om 5 uur, voor de mensen dat het niet wisten. Als je het nog niet wist ondertussen, dan weet ik het ook gewoon niet meer. Maar. En dan zeggen wij, Matthias. En Mitsen, out.